Ik smeer kokos op alles. Ja, ik ben een en al kokos. Tada! Ik ben Kata Pirata van de band Skip and Die. En ik ga vandaag een echte piratenmaaltijd maken. En dat is een watermeloentaart. Ik hou van koken. En ik hou ook van dingen die niet te heel moeilijk zijn, maar ook die heel vers zijn. Ik heb aardbeien, frambozen, granaatappel, passievrucht, mijn lievelingsvrucht, blauwe bessen, kokosnoot en kumquats. Ik ga ook een kokoscreme maken. En zodra we deze hebben gesneden, dan zet je die op de buitenkant. En dan lijkt het ook echt een taart. Als je op een feestje aankomt en je hebt een watermeloentaart, dan heb je opeens heel veel vrienden. Dus eerst ga ik de kokoscreme maken. You wanna fluff it up a bit. I just like cut shit up. Ik ben gewoon echt een piraat en het netheid is niet mijn ding. Dus oh, het ruikt heel lekker al. En ik hoef er niks te doen. De natuur doet het al. Oké, wat ik nu ga doen is de kokoscreme op de watermeloen doen. Oh, het is zo lekker nu al. Oké. Oh, yummy. Omdat ik zoveel van passievrucht hou, kleine passievrucht mix voor op de bovenkant. Wat ik nu aan de buitenkant ga doen, dit zijn kokosvlokken. Just lay them on there. Nu wat we gaan doen, ik ga hem gewoon versieren met alle lekkere vruchten die ik vandaag in huis heb. Ah, ik mis één ingrediënt en dat is eigenlijk het allerlaatste ingrediënt en dat is munt. Tada! Dit is de beruchte watermeloentaart van Kata Pirata. Dig in! We'll be right back.